Ik moet zeggen dat ik enigszins wat teleurgesteld en soms ook wat ontstemd ben. Want recente perspublicaties, artikelen in Dagblad de Limburger, met daarin informatie welke niet naar buiten had mogen komen, zijn daar mijns inziens debet aan. En afgelopen weekend was het weer raak. Door het doelbewust naar buiten brengen hiervan zijn personen in een persoonlijke en beroepsmatige levenssfeer behoorlijk geraakt. En hun privacy is ernstig aangetast. Het zijn nog maar een keer gezegd, hier in deze zaal ook. Er is hier sprake van een strafbaar feit of van meerdere feiten. En ik heb hiervan dan ook aangifte gedaan al voor de vakantie. En het Openbaar Ministerie is inmiddels met een onderzoek bezig. Ja, het uitzoeken zelf is uitstekend verlopen. We hebben daarna natuurlijk wel de lekkage gehad van namen en dergelijke. Ik heb daar overigens inderdaad aangifte voor gedaan en dat onderzoek loopt gewoon. De politie doet daar zijn werk en dan zien we wel wat daartoe komt. Komt dat toch dat er vaak problemen zijn rond zo'n benoeming? Maar ja, dat zijn er eigenlijk niet zo heel vaak. Het is voor de eerste keer eigenlijk in mijn periode dat het komt uit een lekkage zelf. We hebben twee voorbeelden nog in het Limburgse Roermond, maar dat was door een onderzoek van justitie en kerkraden. En dat was niet uit de politieke kringen, dus dat was geen lekkage in die zin. Dus het komt eigenlijk niet zo heel veel voor en daarvoor is het ook wel heel belangrijk dat we daar naar kijken. En dat we ook een signaal geven dat dat gewoon niet kan. En wat de rest, ik zit nu 8 jaar op deze post als gouverneur, is het gewoon nog nooit voorgekomen.